En we gaan verder met de Hymn of the Week. Spannend. Elke week mogen jullie stemmen via onze Instagram-pagina @hymnfortheweekend2020 op de nieuwe Hymn of the Week. Wij leggen twee opties voor. En die plaat die draaien wij dan natuurlijk. En die is de hele week, krijgt die extra aandacht. Ja, het is democratisch, dat is niet normaal. Nee, ja, precies. De opties van deze week waren... optie 1 was Donnie met Frans Bauer. Geen centrum, maar spullen. En optie 2 was Everything I Wanted van Billie Eilish. Nou, het mag duidelijk zijn. 67% van iedereen die heeft gestemd voor Billie Eilish. Lekker hoor. Imke, waar zou jij op stemmen? Geen centen, maar spullen. Weet je wat het is? Nou. Ik heb dat nummer dus even goed geluisterd. En ik herken het gewoon heel erg, het verhaal. Je hebt geen centen, maar je hebt spullen. Ja, precies. Ja. Een vriend van mij die stuurde me ook een bericht. Zei dit lied gaat over jou. Geen centen, maar spullen. Maar hoe ben jij dan als je gaat shoppen en je hebt eigenlijk geen geld? Ja. Ruilen. Ik heb een paperclip. Waar heb je ervoor? Dan krijg ik hem terug. Maar als je dan een keertje een goede werkweek hebt gehad. Of een goede maand werken. En je hebt dan een beetje meer loon dan normaal. Ben je dan ook zo iemand die gelijk allemaal dingen gaat... Ja, dat ben ik dus. Maar ik ga er dus echt... Vanaf deze maand heb ik mezelf voorgenomen. Ik ga dus echt sparen. Waarvoor? Nou, om ooit misschien een keer een huis te kopen. Spullen. Ik heb nog wel een doos thuis. Pas een hele tv en dus jij waarschijnlijk ook wel. Ja, nou precies. Nou, misschien dat ik daar dan mee kan beginnen. Nou ja, lijkt me een heel goed plan. Maar dat gaat over Frans Bauer. Die heeft niet eens gewonnen. Dus laten we daar vooral mee stoppen. We gaan naar Billy. We gaan naar Billy inderdaad. Lekker naar Billy. Let me show you. So drink from me. Drink from me. Let me show you. We're gonna sail so high. So high. Let me show you across the weekend.